Universiteit van Nederland. De ene keer hoor je over een wondermedicijn. that are now forging a weight loss revolution. Saxenda, Wegovi of. Ozempic. 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 Het zou niet alleen helpen bij afvallen, maar ook nog eens werken tegen tientallen andere aandoeningen. Zoals Alzheimer, leverfalen. Maar de andere keer hoor je juist dat dit wondermiddel allerlei risico's heeft. Oogbeschadiging. Blinding eye condition. Hair loss. Wat klopt er nou wel en wat klopt er niet? We leggen het voor aan iemand die precies weet hoe Ozempic werkt. Obesitasprofessor professor Gijs Goossens van Universiteit Maastricht. Val je af van Ozempic? Dat is waar. Door Ozempic heb je minder zin om te snacken. Ook dat is waar. Ozempic werkt tegen 42 andere aandoeningen, zoals psychose of leverfalen. Of er precies 42 zijn, dat durf ik je niet te zeggen, maar het werkt ook tegen heel veel chronische ziekten. En van Ozempic kan je een Ozempic-gezicht krijgen of een ingevallen gezicht? Dat zou kunnen, dat is waar. Je verliest spiermassa door Ozempic. Dat is waar. Er zijn alle dingen die ik over Ozempic hoor dan waar? Dat denk ik niet. We gaan er stap voor stap doorheen. Stelling 1. Van Ozempic val je af. Ozempic nou, is eigenlijk een, een medicijn dat het lichaams eigen hormoon GLP-1 nabootst. Het is een synthetische variant van iets wat we al in ons lichaam hebben. Het GLP-1 wordt afgegeven nadat we iets hebben gegeten. Hè, de darmen maken dat hormoon. Dat remt onze eetlust. Dus normaal als we gegeten hebben, hè, dan wil het lichaam een seintje van: we hebben genoeg, ik hoef niet nog meer te eten. Wat de fabrikanten van het medicijn hebben gedaan, die hebben eigenlijk een trucje uitgehaald, waardoor dat GLP-1 wat langer in hoge hoeveelheden aanwezig is in de bloedbaan. En daardoor krijgt je brein dus langer dat signaal: we hoeven niet te eten. Doordat je dus uh, minder eetlust uh, krijgt, ja, neem je ook minder calorieën in. Hè? En als je minder calorieën inneemt, dan zul je ook afvallen. Door naar stelling 2. Van Ozempik krijg je minder zin om te snacken. Normaal, als we wat eten, lekkere chocola, een gebakje of een ijsje in de zomer. dan hè, produceren we eh, wat dopamine. Dat is een soort gelukshormoon, zou je kunnen zeggen. Waardoor we denken de volgende keer: dat is lekker, dat wil ik nog wel een keer. Wat dat GLP1 eigenlijk doet: het remt de aanmaak van dat dopamine. Dat gelukshormoon. Dus wanneer je de volgende keer denkt: een lekker gebakje. Nou, daar heb ik minder trek in. Dat kan ik makkelijker laten staan. Dus de snacktrek neemt vaak ook af. En dan stelling 3. Ozempik werkt ook tegen tientallen andere ziektes. Researchers believe the drug could be used to treat a wide range of illnesses linked to heart failure, arthritis, Alzheimer's disease. Om dat uit te leggen, duiken we nog wat verder het lichaam in. Eerst in het bloed. Bij mensen met overgewicht zit hier meestal te veel suiker in. Te hoge suikerspiegels, dat draagt bij aan schade aan de bloedvaten en aan de zenuwen. Dus als je langdurig te hoge suikerspiegels hebt, nou dan kan dat ook bijdragen aan bijvoorbeeld het ontstaan van hart- en vaatziekten. Ozempik nou, verlaagt dus ook de suikerspiegel. En dat doet het bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat je maag in een soort slow motion voedsel verwerkt. Dus het voedsel gaat langzamer door de maag naar de darmen. Waardoor ook de suikerspiegel, want in de maaltijd zitten ook suikers, die gaan eigenlijk Minder snel toenemen in het bloed. Maar dat Ozempic heeft ook nog uh, directe effecten op de alvleesklier. Daar stimuleert het de afgifte van het hormoon insuline en het remt de afgifte van een ander hormoon glucagon. En dat tezamen zorgt ervoor dat er minder suiker in de bloedbaan komt. Dus dat betekent ook dat het risico op suikerziekte bijvoorbeeld verminderd wordt. Maar ook mensen die al suikerziekte hebben, type 2 diabetes, daarbij kan ook de type 2 diabetes omgekeerd worden. Dus ze kunnen ook van hun diabetes afkomen door het gebruik van Ozempic. Ergens ook logisch, Ozempic ontwikkelde ze ooit als medicijn voor mensen met suikerziekte. Later kwamen ze er pas achter dat je er ook van afviel. Maar het lijkt dus ook nog een gunstig effect te hebben op andere ziekten... die door ontstekingen worden veroorzaakt, zoals Alzheimer. En om dat te begrijpen, vervolgen we onze reis door het lichaam naar de vetcellen. Vetweefsel produceert heel veel stoffen, waaronder ook ontstekingsstoffen. En die ontstekingsstoffen, ja, die vormen een probleem. Die kunnen gewoon in de bloedbaan terechtkomen en via de bloedbaan bereiken ze de andere organen. En daar kunnen ze dan schade aanrichten. En dan moet je denken aan hart- en vaatziekten, maar ook bijvoorbeeld hersenziekten zoals Alzheimer. En Ozempic werkt op een bijzondere manier tegen die ontstekingen. Dus het verlaagt eigenlijk de ontsteking in ons lichaam. En dat doet het dus op twee manieren: door minder te eten vallen we af, en daardoor neemt ook de hoeveelheid vetweefsel af. Maar het is ook zo dat Ozempic directe effecten heeft op die ontstekingscellen: het kan daarop binden. En daardoor gaan die ontstekingscellen minder van die ontstekingsstoffen afgeven. Dus als Ozempic zorgt voor minder ontsteking, dan neemt ook ja, het risico op het ontstaan van dat soort ontstekingsgerelateerde ziekte af. Ik hoor dan al deze dingen, dan denk ik van, nou ja, als het zoveel voordelen heeft, ik heb een gezond gewicht, is het dan niet voor mij interessant om ook te gebruiken? Ja, dat is nog een groot vraagteken. Hè. Dat soort onderzoeken zijn ook niet gedaan. Het is ook echt bedoeld voor hè, mensen met type 2 diabetes of zwaar overgewicht, hè, obesitas. We weten ook niet of dat misschien de Hetzelfde effect heeft in mensen met een gezond gewicht. Toch zijn er mensen zonder ernstig overgewicht die het medicijn wel gebruiken. Steeds meer Nederlanders kopen voor duizenden euro's per jaar afslankmedicijnen zoals Ozempic. Dat blijkt uit een onderzoek van Nieuwsuur. Als je even je best doet, is het best wel makkelijk online te krijgen. Kijk, als ik even intoets: Ozempic bestellen, heb je hier gewoon al allemaal opties. Ja. Kijken, deze 123 euro, best wel makkelijk. Ja, ik zou zeggen het niet doen. Maar ja, niet iedereen luistert naar dit soort wetenschappelijk advies. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb het een maand genomen, de, de, ja. de pilvorm. Ik heb daarvoor heb ik drie weken, dat zijn drie spuiten van de ja. ik genomen. Ik gebruik het ook en het werkt als een tierlier. Ik vind dat toch wel gevaarlijk, dat, uh, dat beroemdheden, celebrities... Hè, dat een beetje aanprijzen op social media. Ik denk dat heel veel mensen zich daar toch door laten beïnvloeden... en denken, hé, hey, dat wil ik ook. Ik wil ook wel wat meer afvallen. Maar dat dan op eigen houtje gaan doen. Daar is dat middel absoluut niet voor bedoeld. Het moet gebruikt worden... onder begeleiding van een arts maar alleen wanneer wanneer je daarvoor in aanmerking komt en ja ga het niet zomaar gebruiken om 5 kilo kwijt te raken voor de zomer dat is absoluut niet de bedoeling kan nog gevaarlijk zijn ook en je bent een hoop geld kwijt en hoezo kan het gevaarlijk zijn? Nou, ieder medicijn, en ook ozempic, heeft bijvoorbeeld bepaalde bijwerkingen. En meestal zijn dat milde bijwerkingen. Dan moet je denken aan maag-darmklachten, misselijkheid, braken. Maar het kan ook daadwerkelijk wel ernstigere bijwerkingen hebben. Bijvoorbeeld ontsteking van je En Dat is heel erg gevaarlijk. En zo zijn er meer bijwerkingen. En dat brengt ons bij stelling 4. Van ozempic kan je een ingevallen gezicht krijgen. Snel veel gewicht verliezen door ozempic kan leiden tot een slappere huid in het gezicht. Gezicht. Dit fenomeen wordt ook wel het Ozempic-gezicht genoemd. Wanneer je afvalt, eh, of dat nou is door gewoon wat minder te eten zonder die medicijnen, of dat je afvalt door het gebruik van Ozempic, je verliest vetweefsel. Je hebt ook vetweefsel in je gezicht, hè, bij je wangen. Dus ook dan krijg je misschien een wat ingevallen gezicht. Dus dat is niet specifiek een effect, een bijwerking van Ozempic. Het is een effect wat vaak kan optreden nadat mensen veel gewicht verliezen. En stelling 5. Door Ozempic verlies je spiermassa. Wanneer we afvallen. Verliezen we niet alleen het vetweefsel, we verliezen ook spieren. Waarom wordt dat dan juist genoemd bij Ozempic? Omdat je over het algemeen meer kilo's kwijtraakt door het gebruik van Ozempic. Dus ook meer spiermassa verliest. En je kan nog meer verliezen. Je haar bijvoorbeeld. Haaruitval komt ook voor is een milde bijwerking wellicht want dat groeit ook weer aan als dat optreedt. Maar dat is een, een zeldzame bijwerking. En er zijn nog meer bijwerkingen die soms nog tegenstrijdig klinken ook. Zo zijn er voorbeelden van mensen die zoveel moesten overgeven van Ozempic dat hun nieren acuut faalden, terwijl andere studies juist een positief effect laten zien. Bij mensen met diabetes type 2 die Ozempic gebruikten, verbetert over het algemeen juist hun nierfunctie. Mm -hmm. So now a new study shows that Ozempic might... Cut the risk of kidney failure too. En nog een bijwerking: beschadiging van je ogen. Dat is dan wel zo in mensen die vaak al een oogaandoening hebben. Dus dat is ook een van de redenen waarom je Ozempic ook nooit op eigen houtje moet gaan gebruiken. Altijd in overleg met de arts. Maar ja. Met al die bijwerkingen moeten ze het dan überhaupt nog wel geven. Een arts zal het ook niet zomaar voorschrijven. Uh, maar wat we nu wel weten, uh, is dat de voordelen eigenlijk wel opwegen tegen de mogelijke nadelen. Wat daarbij wel gezegd moet worden, is dat de lange termijn bijwerkingen nog niet bekend zijn. Maar dat is. Voor ieder nieuw medicijn zo. Lange termijn effecten kunnen soms pas optreden na 15 of na 20 jaar. Hè. Denk bijvoorbeeld aan het optreden van bepaalde vormen van kanker. Dat weten we helemaal nog niet. Dat moeten we goed in de, in de gaten houden, zoals bij ieder medicijn. Voor wie Ozempic in elk geval geschikt is, patiënten met diabetes type 2. Maar daarnaast wordt er ook steeds vaker naar andere factoren gekeken. Zoals je BMI. Body Mass Index, hè, dat zegt iets over de verhouding tussen je gewicht en je lengte. In Nederland heeft meer dan de helft van de volwassenen overgewicht. En 16%, dus 1 op de 6 volwassenen, heeft obesitas. En obesitas is dus een BMI boven de 30. En naast dat BMI een van de maatstaven is voor een arts om te beslissen of hij ozempic voor zou schrijven, is een andere de hoeveelheid buikvet. Met een vetscanner kan Gijs in kaart brengen hoe het vet van iemand over het lichaam verdeeld is. En dus ook waar de e Eventuele probleemzones zitten. Dus in het rood zie je bijvoorbeeld uh, waar juist de spieren uh, zitten. En bij iemand met obesitas zie je ontzettend veel. Geel aan de zijkant hier op die scan. En dat is eigenlijk dus het vetweefsel wat je ziet. Vooral het buikvet brengt gezondheidsrisico's mee. Terwijl vet in het onderlichaam, dan moet je denken aan vet op de dijen, de billen, de heupen, juist wat minder schadelijk is voor de gezondheid. Op dit moment lopen mensen die niet aan deze eisen voldoen, dus geen diabetes type 2 hebben, niet een te hoog BMI. Of te veel buikvet hebben. Deze behandeling mis. Gijs vindt dat er in de toekomst daarom ook gekeken moet worden naar hoe gaat het mentaal Of kan iemand nog goed functioneren, de dagelijkse dingen nog doen. Stel, uh, je hebt een BMI uh, nog net niet van obesitas, maar een BMI van 29, maar wel veel buikvet, ook met gewrichtsklachten kan daarin niet lopen. En mogelijk. Ben je ook depressief? Nou, ik ben heel optimistisch ingesteld. Dan kun je zeggen: ga gewoon wat meer bewegen, ga wat minder eten. Dat is nog niet zo makkelijk. Obesitas is namelijk een complexe aandoening. En het komt niet altijd door te veel eten of te weinig bewegen. Dat kan ook zijn chronische stress, bepaalde medicijnen die je moet gebruiken, slaap. Problemen, erfelijke aanleg, uh, natuurlijk ook ongezonde leefstijl. Maar dat totaalplaatje dat bepaalt of iemand uiteindelijk obesitas krijgt. En juist bij die mensen kan afvallen door Ozempik een dieltje in de juiste richting zijn. Door het afvallen weten we dat vaak ook gewrichtsklachten afnemen. Hè, dat ook vaak het mentale uh, welbevinden, dus de mentale gezondheid, wat beter wordt. Daardoor zit je wat lekkerder in je vel. Kun je misschien ook makkelijker een gezondere leefstijl aanhouden. Maar het is niet bedoeld om een paar kilo kwijt te raken omdat alleen een paar kilo kwijtraken, dat kun je ook met een gezonde leefstijl. Dat hoef je niet met behulp van medicatie te doen. Bovendien, zolang je niet ook je leefstijl verandert. en minder gaat eten of meer bewegen. zitten die paar kilo's er zo weer aan, zodra je stopt. Minder ozempic betekent ook dat je niveaus van GLP in het bloedbaan weer afnemen. Dus al die effecten van ozempic, ja, die verdwijnen dan ook weer. Dus de suikerspiegel gaat weer wat omhoog, indien die al wat te hoog was. De ontstekingsfactoren die schieten weer omhoog. Je eetlust komt dan ook weer terug. Dus je gaat waarschijnlijk toch weer meer calorieën eten. En daardoor neemt je, je lichaamsgewicht vaak ook weer toe nadat je stopt met het gebruik van Ozempic. Oké okay, Gijs, bedankt voor dit inzicht in wat we tot nu toe weten over Ozempic. Maar de interessante onderzoeken rondom dit medicijn blijven er maar bij komen. Dus zodra er nieuwe kennis over is, komen we graag bij je terug. Jij bedankt voor het kijken of luisteren. Tot de volgende.